Goedenavond allemaal, mijn naam is Arjazad en namens FXLED heet ik jullie allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we wederom samen met Alois en Jan Robert kijken naar verschillende aspecten met betrekking tot daytraden. Ditmaal met de titel Succesvol traden in olie. Uiteraard ook met het TS-systeem en op het handelsplatform, het MetaTrader handelsplatform van FXLED. Dan gaan we kort door naar de risicowaarschuwing zoals gebruikelijk. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. We gaan gauw door naar FXLED. Krijgen we redelijk wat vragen over. Het is vrij eenvoudig. We zijn al meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker. En ook nog eens met een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening en eenmaal de MetaTrader beleggingsrekening. Ik zal even kort beginnen met de toelichting voor de Trader Workstation beleggingsrekening. De meeste mensen die zijn er wel bekend mee. Het is wat dat betreft een handelsplatform en beleggingsrekening waarmee u wereldwijd kunt beleggen in vrijwel alle mogelijke effecten. Denk hierbij aan aandelen, opties, ETF's en meer op meer dan 135 beurzen in 33 landen. Wereldwijd. Kijken we naar een aantal voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse aandelen, opties en ETF's enzovoort vanaf €1,90. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen, die zijn haalbaar vanaf $1 per stuk. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk via de FXLED website en is al mogelijk vanaf een storting vanaf €2000. Wilt u bijvoorbeeld de overstap maken vanuit uw huidige broker, dan kan dat uiteraard heel gemakkelijk middels een depotoverdracht. En bij deze beleggingsrekening heeft u voor de rest ook geen beheerkosten, dus geen maandelijkse kosten of andere soorten fees. Wilt u een zakelijke beleggingsrekening openen op de BV of de eenmanszaak, dan is dat uiteraard ook mogelijk. En wat ook nog vrij leuk en interessant is, is de demorekening. Daarmee kunt u dus rondkijken, oefenen en uiteraard met oefengeld om te kijken van hoe dat allemaal in elkaar zit. Dan gaan we kort door naar MetaTrader. Dat is het bijbehorend handelsplatform en beleggingsrekening waar vandaag de heren Alois en Jan Robert ook een kijkje nemen met een extra toevoeging erop, het TS-systeem. En met deze beleggingsrekening en bijbehorende handelsplatform kunt u dus beleggen in vrijwel alle derivaten in CFD-vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende indices, maar ook bijvoorbeeld forex sparen, maar ook bijvoorbeeld aandelen, crypto enzovoort. Dat is dus allemaal handelbaar met €0 transactiekosten. Voor de rest heeft u ook hier geen beheerkosten, dus geen maandelijks terugkomende fees of andere onnodige kosten. Wat verder vrij uitzonderlijk is en waar we ook trots bij FXLED op zijn, dat is onze hoge depositogarantie. Dat is tot maar liefst €500.000 voor de MetaTrader beleggingsrekening. En tot slot, wilt u kennis maken met MetaTrader, wilt u kennis maken met het daytraden, het beleggen, dan kan dat uiteraard heel gemakkelijk met een gratis en vrijblijvende demo beleggingsrekening. Hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen en dat ook nog eens met real-time koersen. Dan gaan we nog heel kort door naar onze FXLED VIP-kaarten winactie. Want we hebben wat dat betreft ook op dit moment een winactie lopen via de social media van FXLED. Onder meer op Instagram en Twitter. Dus heel eenvoudig, als u de AEX-koers juist raadt of in ieder geval het dichtstbij in de buurt zit, dan wint u dus een hele mooie VIP-kaart voor volgende wedstrijd zoals dat hier is weergegeven op 11 december. Dus dat is in ieder geval heel erg leuk en ook aan te bevelen. Kijkt u daar in ieder geval naar. Dat gezegd hebbende, mocht er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter in de chat en in de vragen. Dan pakken we die samen met de heren op. En dan gaan we gelijk door naar de heren. Goedenavond Alois, goedenavond Jan Robert, welkom. Goedenavond Alois. Ja, goedenavond, wat dat betreft, deelnemers. Ja, goedenavond. Wat dat betreft een erg interessant webinar over daytraden. Ditmaal wat meer de focus op olie. Dus ik geef het beeld over aan Jan Robert. En dan kunnen we van start gaan. Ja, oké, dankjewel. En deelnemers, welkom natuurlijk. We gaan kort een hele presentatie doen over met een aantal slides. Gaan we zo snel mogelijk door naar de grafieken. Als het goed is, zien we ook een fantastisch plaatje gemaakt door FXLED met niet gefotoshopte foto's. Dus zo knap zijn we. Dat is hartstikke mooi. En wie van jullie werkt al of kent ons al van Money to Work? Mag ik een paar handjes of jaartjes? Of nee, natuurlijk mag ook. Dan gaan we straks even durven.
En nou heel kort, wat zijn de onderwerpen? Dus waarom moet je eigenlijk een daytraden? Een stuk uitleg over money to work. Specifiek met olie dan en in de praktijk. En als het tot het einde blijft zitten, dan krijg je nog een e-book cadeau op het einde. Dus blijf vooral zitten tot het einde. Nou, dit is in ieder geval een bekend plaatje voor de meesten natuurlijk ook, dat wij hier begonnen zijn op de optiebeurs. Hier hebben we leren handelen. En we willen jullie ook meenemen naar onze ervaringen in het systeem ook. En voor wie is het webinar bedoeld? Eigenlijk voor iedere trader, zowel beginnend als gevorderd. En beleggers die aandelenportefeuille hebben en die een risicospreiding zoeken. Dus ik kan me voorstellen dat als je een aandelenportefeuille hebt en de markt gaat naar beneden, en dat je ook een hedge nodig hebt, bescherming zeg maar. En dat kun je dus doen door daytrading. En waar we ook blij mee zijn en blij mee worden, zijn positief ingestelde traders. Natuurlijk mag je positief en objectief een kritisch, gezond kritisch noot kraken natuurlijk ook in de chat. Maar voor negatievelingen is er weinig plaats. En dat hebben we ook gemerkt tijdens onze beleggingsfair bijeenkomst. Waar we met FX Flat en het team van Money to Work, Alois nog adviseur. En we hebben het team uitgebreid met Leonne en Mohsin, de enige die nog ontbreekt, is Harm van Wijk. En zo hebben wij dan ook om de continuïteit gewaarborgd natuurlijk. En het was weer een fantastische sessie bij de beleggingsfair. En wie van jullie was ook aanwezig die 4 november bij de beleggingsfair? En nou, dat was ook een fantastische dag, Alois en Aras. Hè? Het was echt zeer succesvol. Ja, ja zeker. Op de stand, ja. Het was een goede dag. Ja. Ja, ik vond dat het een goede interactie was, ja, met het publiek en wat me ook opviel. Hè? De FX werd een hele mooie stand, de 360, echt rondom, zeg maar. En het was een van de drukst bezochte stands, had ik het idee. En nou, sommigen hebben ook kunnen zien hoe wij werken. Ik heb zelf ook nog een aantal boeken geschreven in het Nederlands en Engels over crypto trading. Ik heb inmiddels weer 7.500 boeken verkocht. En we hebben ook een aantal boeken uitgereikt. Degene die dat boek, die het systeem heeft aangeschaft, kreeg het boek erbij. En dat is ook geen overbodige luxe nu momenteel met de markt, met de cryptomarkt. En nou, eigenlijk onze gezamenlijke ja, expertise, moet ik eigenlijk wel de credits geven aan Alois natuurlijk, want Alois staat aan de, als godfather van MTW-systeem. Hij heeft het ook ontworpen en niet geprogrammeerd, wel ontworpen. En daar heeft hij ook zijn ervaringen, kennis en kunde ingezet. Wat eigenlijk op basic op neerkomt, is dat we met momentum meehandelen, dus niet tegenin. En dat we ook de massa één stap voor moeten zijn. En nou, dat is eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Natuurlijk ook afgezien van onze ervaring, dat we ook al zelf heel veel valkuilen zijn ingetrapt. En dat jij die fouten niet meer hoeft te maken. Dus misschien kun je zelf iets nog gaan toevoegen met je achtergrond ook, Alois. Ja, nou, ik ben ooit in 1986 begonnen als marketmaker op de optiebeurs. En nou, daar hebben we toen net al even een plaatje van gezien hoe het er vroeger aan toe ging. Ik ben in de 90er jaren ben ik directeur geweest van een handelsbedrijf met 6 handelaren. Dat heb ik toen uitgebouwd naar 27 handelaren. Waarvan de helft marketmaker was en de andere helft daytrader. En dat was net in de periode dat het fenomeen daytrading eigenlijk overkwam waaien uit Amerika. Dat was toen iets nieuws en het sprak mij erg aan. En zo heb ik me daar dus in verdiept. Ik heb daar toen ook een hele opleiding voor bedacht, eigenlijk gemaakt. En ik had altijd zelf altijd handelaar in opleiding. En dat heeft mij natuurlijk enorm geholpen met mijn ideeën op papier te kunnen zetten, zodat het ook geprogrammeerd kon worden. En natuurlijk, op die manier kan ik anderen makkelijk van dienst zijn met het overbrengen van mijn know-how. Ja, en het mooiste is ook, Louise, we gaan straks naar het systeem toe. En dat het systeem op iedere markt toepasbaar is. En het ongeacht of het nou commodity markt zoals olie, zoals Brent en WTI. Kan ook op Bitcoin, kan ook op de DAX. En ik ben ook benieuwd wie ook van FX Flat traders ook al in olie handelen. En dat is ook wel interessant om te kijken of, ja, of er ook daar een verbeteringsslag kan worden ingezet. Ja, waarom ook eigenlijk traden en daytraden, ook specifiek met olie? Nou, ik denk ook in eerste instantie inflatie. Hè? Dat je, als je aandelenportefeuille hebt van een ton en je hebt inflatie van 17% op jaarbasis, dan betekent dat je gewoon 17.000 in de min duikt. Hè? Dus dat is een hele belangrijke factor. Afgezien daarvan, ik had ook gezien dat de AEX bijvoorbeeld ook iets van 10% in de min ging. Met andere woorden, je bent meer dan een kwart dan van je vermogen kwijt als je niks zo doet.
ook energieprijzen door het dak. Nou, hoe kun je dan ook een stukje hedge, een stukje inflatie en ook een stuk energieprijs bescherming inbouwen? Nou, door in aanverwante artikelen of aanverwante markten, zoals de energiemarkt, dat je daarin gaat handelen. En de daytrader zie ik ook puur als, nou niet puur als hedge, ook als additioneel vermogen natuurlijk. Ik laat straks ook een grafiek zien. Maar dat is in ieder geval wel mooi om dat erbij te hebben. Dus dat je niet afhankelijk bent van de one trick pony, niet van een aandelenmarkt die alleen omhoog moet gaan. Daytraden, is het ingewikkeld? Dat is naar de schilder. Hè? Bob Ross is bovenin die schilder een prachtige grafiek, heel eenvoudig. Je kunt het heel ingewikkeld maken. En wie herkent dat wel? Onderin het plaatje, dat je zelf met een grafiekje begint, lijntje trekt hier, daar, indicator aan toevoegen. Ik heb het zelf ook gehad, dat ik door mijn onzekerheid zeg maar in de markt, dat ik veel meer dingen aan toevoegde. Maar dat is ook iets, op een gegeven moment zie je door de lijnen de grafiek niet meer. En wie herkent het ook? Misschien kun je even kijken, Ara, of je ook handjes of jaartjes de lucht in ziet gaan. Jazeker, ik zie gelijk al een aantal handen omhoog gaan. Ja, daar was ik al bang voor. En eigenlijk is de El Salvador, die zit bij ons, dus Alois Matthijs natuurlijk, die kwam met een fantastisch systeem. En dit is het in basically het systeem, natuurlijk zit er wel iets meer bij. Maar het komt eigenlijk om neer dat, Alois zei, de kunst van het weglaten. Je moet het zo simpel mogelijk houden. En een platgeslagen systeem hebben we duidelijke koop- en verkoopsignalen. Nou, daar is Alois zeker in geslaagd. En we nemen jullie zo mee met Alois in de grafiek. En dat is heel belangrijk, dat je dus ook met de systeem heel makkelijk kan handelen. Niet dat daytrading gemakkelijk is, maar het is wel een heel goed hulpmiddel om je op het rechte pad te houden. En in ieder geval de voordelen van daytrading van dit systeem, naar mijn idee, is dat je slechts enkele uren per dag hoeft te handelen. Want sommigen die zeggen, ja, je moet dagenlang achter het scherm zitten met vierkante ogen en concentratieverlies is niet nodig. Je kunt je momenten bepalen. In de ochtend ook, bijvoorbeeld morgen overigens, hebben wij via Money to Work hebben wij ook een live trading sessie om 9 uur via YouTube. Ik sling er straks even link erin en ook om 3:30. Dus als je niet kunt kijken om 9 uur, kun je ook om 3:30 kijken of de opname. Maar dat betekent dat je momenten kunt pakken. Het systeem is ook toepasbaar op iedere markt. En dat je ook complementaire strategie hebt naast je long-only strategie. Dus als je aandelen hebt of crypto's en je gaat naar beneden, dan heb je meer rust ook, dat je een ander alternatief ook hebt met daytraden. En wat we wel doen is met het systeem posities sluiten. Dus voordat we gaan slapen, voordat ik de hond, ik heb geen eens een hond, voordat ik naar de supermarkt ga lopen of een strandwandeling maak hier, dan ga ik altijd mijn positie sluiten. En dus geen onnodige risico's nemen, dat is belangrijk. Wat je ook hebt met ons, je krijgt een rugdekking van ervaren traders, je krijgt voldoende support, elke week krijg je ook support webinars, trading webinars. En het belangrijkste is dat je ook goed beslaagd in ijs komt. En dat doe je ook door toegang te krijgen tot onze membership site. En hier gaat het om, dit zijn de resultaten op dagbasis gecumuleerd van de euro-dollar. De witte lijn is dat, die is uitgegroeid inmiddels tot 1580 pips. Al die cijfertjes kun je maal 1 doen, maal 1 euro. En de Nasdaq is 1592 punten year to date. En de Nasdaq, de DAX, die is echt heel goed. Die is volgens mij iets van 3654. En gecumuleerd heb je dan, 7826 euro met één contract. En dat kun je dan bereiken op basis van een 1000 euro account, maar gemakshalve dan 2000 euro, omdat je iets meer marge hebt. Maar omdat FX Flat de mogelijkheid biedt om vanaf 200 euro al mee te doen, dan kun je dit resultaat, moet je dat in pro rato zien natuurlijk. Maar je kunt al met een heel laagdrempelig bedrag meedoen. En dat is heel belangrijk. En dat is ook het mooie van FX Flat, dat je met tienden van contracten kunt handelen. Dus in plaats van één punt, dat je een dubbeltje per punt handelt. Dus dat is natuurlijk cool. Nou, hoe zag dat vorig jaar eruit? Nou, ik wil ook zeggen, Alois, dat het vorig jaar ook een fantastisch jaar was met de DAX. Hè? Dat je 1514 punten. We hebben net gezien, we hebben nu op de DAX 3654 punten behaald. Dus erop en erover zelfs. En
Dus van is er 20% erbij, dus bijna. Dus dat is heel mooi. En nou, als je dat dan uitrekent, dan heb je dus op basis van 10 CFD-contracten, dan heb je wel een grote account nodig van 8000 euro ongeveer. Dan zou je dus resultaat hebben behaald van 25.140 euro winst. En nou, in ieder geval is het zo dat je ook met kleinere accounts pro rato de resultaten kunt behalen, mits natuurlijk gedisciplineerd bent. Nou, we gaan zo naar de grafiek en geef ik zo de scepter over aan Alois. Je moet altijd zorg dragen dat je met de momenten meedoet. De trend is your friend, dat zei Jesse Livermore ook. En nou, dit is een fantastisch plaatje. Zonder risico te nemen kun je geen winnaar worden. Je zult ook vroeg of laat in de markt moeten. En vraag maar Max Verstappen. Scherp door de bocht. En anders kun je ook geen winnaar worden. Ook geen wereldkampioen worden voor de tweede keer. Dus Alois, ik wil je gauw graag uitnodigen om het scherm over te nemen. Kan ik dat zelf doen? Of moet... ja, dat kan ik zelf doen. En Aras, heb jij nog opmerkingen ook in het begin? Dus ook iemand ons ook kent trouwens. Ja, er is wat dat betreft wel heel erg veel handen de lucht in gaan. En ook mensen die gewoon aangeven dat ze er wel mee bekend zijn. Wat ook wordt gevraagd is of er, of er links zijn voor de Telegram groepen. Ja, die zal ik die zo naar je doorsturen. In ieder geval de live seminar morgen. Live webinar om 8:30, zo'n 9 uur en 3:30. Dat is YouTube channel, dat zal ik ook even inzetten. Dan zal ik in ieder geval die twee Telegram en de YouTube links inzetten. Is ja, goed. Geweldig. Dankjewel. Nou, als het goed is, moet iedereen mijn grafiek scherm kunnen zien. Ja, klopt Alois. The floor is yours, kerel. Ja, dankjewel. Nou, even vooraf, wat u hier ziet is het systeem. Dat zal ik zo even helemaal uit gaan leggen. Kijk, wij zijn handelaren. En wat wij handelen gewoon eigenlijk op beweging. Daar komt het op neer. Dus met andere woorden, in principe gaan we vanavond gewoon hier, zoals hier, kijken naar de olie. Dat is de prijs van olie. Maar alleen, wij doen natuurlijk niet echt research daarin. Wij gaan niet kijken welk land pompt hoeveel op en wat doet Amerika en wat doen de Arabieren. Dat soort dingen en hoeveel voorraden zijn er. Wij kijken puur naar de beweging van de markt. En in principe als handelaar maakt het ons niet zo heel veel uit wat je handelt als het maar beweegt. Want dat is natuurlijk wat een daytrader wel nodig heeft. Dat is volatiliteit. Dus nou, ik zal even beginnen om, wat u hier ziet is het MetaTrader 4 platform van FX Flat. Dat wordt gratis beschikbaar gesteld. Het zijn real-time koersen die we hier zien. En daar kun je gewoon gebruik van maken. Daar komt onze software in. En dan kun je gaan handelen. Nou, als ik hier rechts bijvoorbeeld even kijk. Ik heb hier een 4-uur grafiek. Ik heb gebruikt 3 timeframes. Het is een beetje afhankelijk van wat ik doe. Bijvoorbeeld in de DAX heb ik 1 minuut. Dat is grote handelsscherm. 5 minuten rechtsboven. En 15 minuten rechtsonder. Maar omdat dit de oliemarkt is. Dus dit is West, WTI. West Texas Intermediate. Dus de Amerikaanse aardolie. Ja, dat is toch weer een iets ander product en daar moet je altijd wel rekening mee houden. De bewegingen zijn wat anders, het is vaak wat stroperiger, net als de aardolie zelf. En als het beweegt, dan kan het vaak goed bewegen, want we zagen toen net, toen bij het begin van de uitzending, zag ik het ineens hier omhoog gaan, en daar komen we zo nog even op terug. Maar ik heb hier dus als handelsscherm een 5 minuten grafiek. Ik heb hier rechts heb ik een 15 minuten grafiek en hier rechtsonder een 4 uur grafiek. En dat doe ik gewoon om het plaatje, het algehele plaatje, een beetje in de gaten te kunnen houden. Kijk, daarnaast hebben we hier een aantal levels in staan. En die worden automatisch berekend. Die worden elke dag opnieuw berekend. Daar hoef je niets aan te doen. Dat doet het systeem dat zelf. En dat zijn de pivot points. Waar aan toegevoegd de yesterday high, de yesterday low. Dat is dat rode hier wat je hier ziet. En DO, dat is een gele lijn, dat is de daily open. Ik ga het even inzoomen, dan is het misschien iets duidelijker. Nou, we zien hier dus die daily open, die yesterday low, die zitten gewoon heel dicht bij elkaar. Daar vandaan dat ze bijna op elkaar staan, die letters. Maar dat zijn dus allemaal levels waar je in principe rekening mee moet houden. En je ziet dus heel vaak dat die levels steun- of weerstandniveau zijn. Nou, wat je verder eventueel nog kan doen, met deze grafiek bijvoorbeeld, dat je zegt van nou... Ik kijk eens een beetje van waar heb ik steun of weerstand. Dat kun je er zelf ook nog in doen. Nou, dan kun je het beste naar een lijngrafiek gaan. Dat is heel simpel. Klik je op dit pictogrammetje hier. Kijk, en dan kun je namelijk ook de patronen heel makkelijk herkennen.
een stuk makkelijker dan met een lijn of dan met een Japanse candlestick of een bar chart. Nou, wat we hier dus in feite al meteen eigenlijk zien, ik weet niet of u dat ziet, maar dat valt mij dan meteen op. Ik heb hier een soort kopperschouderpatroon, waarin dit hele patroon de kop is, hier een linkerschouder en hier een rechterschouder. Nou, dan is het heel simpel. Dan trek ik gewoon even hier een lijn onder die bodem door. Kijk, en dan weet ik gewoon, rond dit niveau, als die uitbreekt naar beneden, dan moet je meegaan. Want dan heb je namelijk de grote kans dat je een behoorlijke daling krijgt. Nou, op dit moment zien we dat hij dus eigenlijk even er doorheen gezakt is, net als hier. En hij komt weer terug. Nou, dan ga je of long, of je doet niets. Maar zo voorkom je dus, wat Robert net liet zien, van Jesse Livermore. Die man had het 100 jaar geleden al uitgevonden. The trend is your friend. Ga nooit tegen de markt in. En dat is ook een van de positieve dingen van het systeem. Dat zorgt ervoor dat je altijd met de markt meehandelt. Want neemt u van mij aan, als je tegen de markt inhandelt, verlies je het uiteindelijk altijd. Want de markt heeft gewoon veel diepere zakken dan welke belegger ook of trader. Nou, zo kun je dus allerlei levels kun je erin. Je kan dus, ik zal hier nog even eentje neerleggen om te laten zien. Kijk, je kan dus hier zien, nou, als die hier uitbreekt, dat valt bijna samen met die yesterday high. Nou, dan zou je bij wijze van spreken nog veel hogere koersen kunnen zien. Dus daar gebruik ik die 15 minuten voor. Dan heb ik hier die 15 minuten grafiek. Kijk, en die gebruik ik een beetje, die combineer ik met mijn handelsscherm op de 5 minuten. Het punt is namelijk dat een daytrader, die zoekt naar de scharnierpunten in de markt. Je hebt regelmatig heb je een top. Je hebt ook regelmatig een bodem. Nou, en als je ziet dat die markt draait van dat soort punten, dan krijg je bijna daarna altijd een soort vliegwiel-effect. Die markt, daar komt in één keer momentum in. En dat zijn de mooiste punten, de mooiste momenten voor een daytrader om daar gebruik van te maken. Het punt is namelijk dat, kijk, we weten dus dat er altijd een top komt en altijd een bodem. Het probleem is alleen dat we niet weten wanneer die komt. En dat is natuurlijk het moeilijke. En daar vandaan dat wij heel veel research erin hebben gestopt. En daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Om zo snel mogelijk, als die markt draait, die markt in te gaan. Want bijvoorbeeld als we nou hier deze grote beweging nemen. Naarmate je langer wacht met instappen, dus te dichter kom je bij die bodem. Kijk, je weet op dat moment dat je hier short gaat, weet je niet waar die bodem komt te liggen. Die had hier kunnen zijn, nou hij is dan toevallig hier gekomen. Maar je risico's die nemen toe, en dat is wat ik juist niet wil. Ik wil zo weinig mogelijk risico nemen. Alles wat ik uit kan sluiten, dat probeer ik uit te sluiten. Dus je moet na een draaiende markt, moet je je positie innemen. En dat doen we met behulp van deze lijn hier. Dat is eigenlijk een eigen gemaakte moving average. We noemen hem de PMA, de Proprietary Moving Average. In combinatie met die pijlen. Blauw betekent stijgend momentum. Oranje betekent dalend momentum. En dat is in die andere grafiek exact hetzelfde. In combinatie met die pijlen. Dus zo probeer je dus na een draaiende markt zo snel mogelijk erin te raken. En we zien hier ook dat deze indicator, die kan ook horizontaal lopen. Dat is iets wat je bij een normale moving average nooit, never nooit zal zien. Maar dat geeft hier aan dat die markt eigenlijk min of meer in balans is. Dus met andere woorden, als de markt in balans is, dan moet je gewoon niet kopen. En je moet ook niet gaan verkopen, niet longen, niet short gaan. Want dat heeft geen zin. Laat die markt maar eerst, die markt moet eerst laten zien wat hij wil. Nou, op een gegeven moment dan zie je dat. Kijk, en dan komt dus het lagere timeframe hier. En dat is natuurlijk met olie. Kijk, als je bijvoorbeeld in de Dow Jones gaat handelen, een day traden, of in de DAX, dan heb je natuurlijk heel veel bewegingen in een paar uur, een anderhalf of 2 uur. Dat is in olie is dat natuurlijk wat minder. Dus je zal daar je strategie op aan moeten passen, of je zal een ander product moeten gaan kiezen als je dat niet prettig vindt. Maar als je dus langere posities in die olie in wil nemen, bijvoorbeeld dat je zegt van, nou, ik denk dat als we hier dit houdt, hier op die 15 minuten, we gaan omhoog, morgen staat die olieprijs een stuk hoger. Ja, dan kun je natuurlijk daar ook op inspelen. Maar dat is in eerste instantie niet de essentie waar wij mee bezig zijn. Maar het kan wel met het systeem. Nou, zal ik even laten zien. Dan beginnen we bijvoorbeeld even vanmorgen. Kijk, hier die verticale lijnen. Hier F, dat is de opening Frankfurt. L is de opening Londen.
Nou, hier zien we dus hetzelfde feit wat we net zagen op die 15 minuten grafiek, ook die PMA met die pijlen. Alleen hier heb ik een indicator onder staan. En dat is een aangepaste MACD. Die hebben we aangepast, de instellingen hebben we aangepast. We hebben hem visueel wat makkelijker gemaakt. En dat betekent gewoon dat als je hier onder die stippenlijn, die witte stippenlijn zit, dan is dit rood. En dat betekent dat je short handelt. Zit hij erboven, dan betekent dat dat je long handelt. Op het moment dat deze twee lijnen elkaar kruisen, krijg je hier aan de bovenkant rode puntjes. En aan de onderkant, als die lijnen elkaar kruisen, krijg je groene puntjes. Nou, en dat betekent, als je zo'n bolletje hebt, moet je gewoon niet handelen. Want dat betekent dat het momentum niet in jouw voordeel is. Dus met andere woorden, je risico's zijn groter. Dan moet je gewoon zo'n trade overslaan. Hier aan de bovenkant, als die rode bolletjes komen, betekent dat het opwaarts momentum aan het afnemen is. Dus dan moet je geen long trades willen doen. Heb je groene bolletjes aan de onderkant hier, dan betekent dat dat het neerwaarts momentum aan het afnemen is. Dus hier doe je geen short trades in. Nou, als we dan bijvoorbeeld even kijken hier, die L, dat is Londen open, dus dat is 9 uur onze tijd. Dan hebben we hier bijvoorbeeld het eerste signaal. Nou, je ziet PMA is oranje, pijl is oranje, nou dat is helemaal mooi. De kleur van de candle, die interesseert me in principe niet. Kijk wel naar de low en de high van die candle, maar daar hou ik rekening mee met mijn order neerleggen. Maar of het een rode of een groene candle is, dat maakt me niet zoveel uit. Nou, we zien dus hier het eerste signaal en dan kijk ik onderin in mijn indicator en dan zien we dus dat die hier bevestigd wordt. We zitten hier onder de nullijn, het is rood, dus dat is een short signaal. Nou, de volgende, precies hetzelfde. Stel dat je die gemist hebt, dan kun je hier heb je er nog eentje. Nou, je kan in dit geval, dan kun je zeggen, nou, ik laat hem drie candles liggen. Bijvoorbeeld, want dat is in feite op die 5 minuten grafiek natuurlijk al 15 minuten. Kijk, als ik op een 1 minuut grafiek handel, dan laat ik hem maximaal in order 5 minuten liggen. Ja, maar dit is natuurlijk een ander verhaal, omdat je hier op 5 minuten in die olie handelt. Nou, dan zou je dus even kijken, als we hem hier drie candles laten liggen, dan is dit de eerste candle. De tweede, de derde, nou nu wordt die order, die wordt niet gehit, want die ligt hier ergens onder die low van deze candle. Dan krijgen we hier een nieuw signaal, nou je ziet het gewoon, die is nog steeds, die wordt ook bevestigd. Kijk, we hebben hier net een groen puntje gehad, maar hier hebben we dat dus niet. Dus hieronder leg je weer, kun je eventueel weer opnieuw short. Nou, en zo kun je dus op een gegeven moment in zo'n beweging vaak meerdere keren short gaan in dit geval. Hè? Of bij een stijging meerdere keren long gaan. Dat noemen we eigenlijk het uitmelken van de markt. Het punt is namelijk, als je echt wil daytraden, de essentie van daytraden is het stapelen van kleine winsten. Dus niet wat sommige mensen graag willen, die willen hier short gaan en die willen wij spreken de halve ochtend short blijven zitten. Ja, dat wil natuurlijk iedereen, maar je ziet het hier ook. Die markt die blijft niet altijd maar dalen. Dat komt maar zeer zelden voor. Net zo goed als dat die maar zeer zelden blijft stijgen. Dus je moet steeds je winsten pakken. Dat is heel belangrijk. Dat is gewoon de praktijk. Ik heb dat nog niet anders meegemaakt. Dat uiteindelijk als je steeds je winsten pakt, dan kom je op lange termijn ben je gewoon het beste af. Nou, hier zien we die markt dus draaien. Ik loop er nou even wat snel doorheen, omdat het te ver gaat om helemaal tot in die finesse stop in te gaan. Maar hier krijgen we dus bijvoorbeeld een blauwe pijl met die blauwe PMA. Dus dat zou een long signaal zijn. Nou, we zien dus hier onderin dat hier dat A, we hebben een rood balletje en we hebben een groen puntje. Dus dat betekent dat we deze trade overslaan. Net zo goed als de volgende signaal. Die slaan we ook over. Kijk, en dan kun je natuurlijk achteraf. Nu weten we wat er is gekomen. Dan kun je zeggen, ja, dat was eigenlijk een mooi signaal geweest. Maar dat is gewoon het vertrouwen wat je in het systeem gaat krijgen als je daarmee gaat werken. En dat je heel vaak ziet dat dit soort dingen vaak toch niet het resultaat opleveren wat je graag zou willen. Dus dan wordt het veel makkelijker om inderdaad zo'n trade over te slaan. En hier bijvoorbeeld deze wel. Die komt wel. Die wordt hier bevestigd onderin. Nou, die order die komt hier ergens te liggen. En dan zie je ook weer 1, 2, 3, nou gebeurt er niks. Krijg je hier weer een signaal, wordt ook weer bevestigd. Die order zal daar ergens komen te liggen. Nou 1, 2, nou grote kans dat die hier even erin gaat.
Vervolgens gaat hij wat terug. Nou, je werkt met een target profit en een stop loss. Die stop loss die ligt hier ergens. Hij gaat weer omhoog. En op het moment dat je zegt van nou, dat is afhankelijk natuurlijk ook van het product. Hè, maar als je bijvoorbeeld een half punt of 25 cent in de plus staat, dan trek je je stop los naar break-even. En dan kan je niks meer gebeuren. Dan kan je geen geld meer verliezen. Dan kun je in principe alleen maar geld verdienen als het doorloopt. Nou, je ziet dus hier hoe belangrijk het is dat je ook op tijd je stop los op break-even legt. Want dan word je hier in de volgende candle, dan word je uitgestopt. Nou, daar is er niets aan de hand. Je kan ook zeggen, nou oké, okay, deze trade hier onderin krijg ik een rood bolletje. Dus weet je wat ik doe? In die order die ik hier heb lopen, die sluit ik gewoon op break-even. Dat is wel mijn advies, zeker aan mensen die nog niet zo heel veel ervaring hebben. Als je dus op een gegeven moment een positie hebt en je krijgt weer die puntjes, sluit dan gewoon, probeer je positie op break-even te sluiten en wacht gewoon tot je weer een geldig signaal krijgt. En zo ga je maar door. Nou, we hebben even kijken hier toevallig, toen we begonnen met de uitzending, zag ik ook in één keer dat het begon te lopen. Kijk hier, even kijken. Ja, kijk, hier komt hij ook weer. Net boven die nul, deze twee hier puntjes. En dan krijgen we hier een signaal. Nou, hier had je er eventueel ingekund. Had je order waarschijnlijk hier komen te liggen. Had je hier meegelopen. Nou, had je hier een stukje winst kunnen pakken. Had je niets gedaan, dan lag je stop los. Die had je inmiddels hier neergelegd op break-even. En nou, dan was je hier even uitgestopt. Nou, stel dat je hier dus uitgestopt was. En dan ga je dus hier, en dan krijg je weer een signaal. Nou, die zien we, die wordt niet bevestigd onderin. Ik heb hier een rood puntje. Maar bij deze weer wel. En hier ga je weer opnieuw de markt in. En zo probeer je die markt een beetje uit te melken. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld rechtsonder die knoppen. Dat is het order management. BM staat voor buy market, SM voor sell market. En dan handel je op de koersen die je op dit moment hier in de grafiek ziet. Hè? Dit zijn real-time koersen. BS en SS, dat is BS is een buy stop en SS is een sell stop. Ik zal het zo laten zien. Dat zijn orders die boven de markt komen te liggen en onder de markt. Met stop kun je een order cancelen en een lopende order die kun je sluiten. En met deze twee knoppen, SL groen en SL rood, kan je je stop los verplaatsen. Als we hier naar expert adviseurs eigenschappen gaan, dan krijgen we hier dit verhaal. En hier kun je dus zelf je take profit instellen, je stop los en je stop room. En dus ik heb hier een take profit van 100 punten. Dus dat is eigenlijk een dollar is dat. Dat is, 100, dat is van, zeg maar, van $86 naar $87. Ik heb een stop loss van 50, dus de helft. En een stop room van 25 punten. Nou, die stop room, dat is de afstand van de order ten opzichte van de koers. Als ik klik. Hier in lot size kun je dus invoeren hoe groot je wilt handelen. Dat heeft ook te maken met hoeveel geld je op je rekening natuurlijk hebt staan. Percentage, dat is alleen voor de forexhandel. En dat is heel mooi, want dat betekent dat als je hier stelt dat je daar 0,5 invoert, dan rekent het systeem uit hoe groot jouw positie moet zijn, zodat je als je uitgestopt wordt, niet meer verliest dan 0,5% van jouw geld. Dus dat betekent als jouw saldo groter wordt, ga je grotere posities handelen, wordt jouw saldo kleiner, dan verlies je, of dan worden je posities kleiner. Maar dat geldt alleen voor de forexmarkt. Nou, we zien dus dat we eigenlijk nou net een mooie trade missen hier. Desondanks zal ik toch even demonstreren hoe het werkt met die orders. Kijk, we hebben hier een signaal gehad. Op het moment dat die candle stopt, dan zie je hier 2-3 seconden te gaan bovenin. Dan klik je op BS. Kijk, en dan zien we hier die groene lijn, dat is de entry. Hieronder die rode lijn, dat is de stop loss. En daarboven ligt de target. En dat is wat ik net heb laten zien, dat zijn die instellingen. Op dit moment kan ik schuiven met mijn order. Als ik denk van nou, ik weet het even niet, dan leg ik hem even daar neer. En als ik denk van nou, weet je wat, nu weet ik waar ik hem hebben wil. Ik wil hem bijvoorbeeld net boven het groene kuiltje, dan leg je daar je order neer. Gaat hij omhoog? Dan doe je mee.
blijft die nu zakken, is er niets aan de hand, want je zit niet in de markt. Dus dat is natuurlijk heel veilig iets eigenlijk. Je kan ook de stop loss, die kun je handmatig verplaatsen. Net zo goed als dat je ook de target profit zo kan verplaatsen. Dus dat is allemaal eigenlijk, kun je dat mee spelen zoals jij dat graag wil. Op het moment dat de order loopt, dan kun je met deze twee knoppen kun je je stop loss verplaatsen. Dus ik zal nu even kijken, als we nou bijvoorbeeld, we gaan eens even market order in, ik ga maar kopen. Nou, we zien hier dus groen, dat is meteen winst, hè? Groen is ook in geld een plus. Nou, kijk, nou kan ik dus die stop loss, die leg ik hier op iets boven break even. Nou kan ik in principe geen geld meer verliezen. Dit is natuurlijk een fantastische situatie. Ik kan met deze knop kan ik een stop loss nog iets verder opvoeren. Kijk, één keer klikken, dan komt hij wat omhoog, één puntje omhoog. Komt die koers nu terug, dan word ik hier uitgestopt. Blijft altijd nog een stukje winst over. Je kan ook zeggen, nou, ik vind dit genoeg. Ik pak mijn winst en dan klik je op stop. Kijk, als ik nu op stop klik, dan heb ik dat gewoon in de knip, die 20 punten. Nou, dit is iets waar heel veel mensen jaloers op zijn. Hè? Want in MetaTrader 4 is het natuurlijk als je een order in moet voeren. Kijk, als je gewoon wil kopen of verkopen, dat is niet zo moeilijk. Hè? Dan klik je gewoon hier op verkopen of kopen. Maar als je dus, wat wij net deden, hè, want wij leggen hier dus drie orders tegelijk in de markt. Hè? Dat moet je goed realiseren. Hè? En ook als die gesloten wordt, dan gaan al die orders er weer uit. Nou, als je dat wil doen, dat moet je hier per order moet je dat doen. Dat is natuurlijk een enorme klus en dan ben je altijd te laat. Dus dit hebben we al heel snel toen we met het systeem aan de gang gingen ontwikkeld. Ik weet niet, zijn er misschien vragen binnengekomen? Nee, het lijkt wat dat betreft allemaal duidelijk te zijn. We hebben op dit moment nog geen vragen. Oké, nou, dan kunnen we even kijken. Wat in principe, wat ik in het begin al zei, het maakt in feite niet uit waarin je, als je echt puur voor het daytraden gaat, dan maakt het eigenlijk niet uit in welk product je handelt. Kijk, olie is natuurlijk een heel leuk product en je ziet het hier ook. Als het beweegt, dan zijn het hele leuke bewegingen. Dat is weer een voordeel. Maar als je dus zegt, nou, ik wil continu actie hebben, ja, dan kun je misschien beter iets anders zoeken. Maar als je dus bijvoorbeeld een bepaalde affiniteit hebt met olie, ja, dan is dat natuurlijk heel leuk hoe je dat je dat op deze manier in kaart kan brengen. Want dat is toch altijd belangrijk. Nou, we zien inmiddels hier op die 15 minuten, ik zal hem even vergroten, en die lijn die ik hier zo straks getrokken heb, daar begint hij al aardig naartoe te gaan. Zien we dat? Ja, en ik merk ook altijd op dat die levels heel vaak vergeert als een soort magneet. Ja. En dus heel vaak zie je als een niveau wordt gebroken. En vaak zie je dat gewoon de koers daar naartoe gaat en dan ook een beetje blijft aarzelen. Maar als hij dan doorbreekt, heel vaak dat hij dan doorschiet. Dus het is geen wet van medepers dat een lijn dan ook stand houdt of niet. Maar het is wel wat ik, ja, wat ik altijd wel opmerk. Ja. Je ziet ook dat die, waar je die hoogstaande streep hebt gezet bij die daily open, zeg maar. Dat is ook niet, ja, ook niet voor niets, hè. En die R3, ja, dat is in ieder geval een beetje van tevoren. Ja, dan weet je dus als de daily open of dat hoogstaande steunniveau wordt gebroken. En je ziet dan, en je hebt ook een verkoopsignaal in de grafiek van MTW. Ja, dan heb je een double whammy. Dan heb je gewoon echt heel veel succes. Groot succeskans bedoel ik. Ja, nou, we kunnen nog even een gratis adviesje weggeven, Robert. Hoe je dus heel simpel en snel volgens de pendulummethode kan zien. Kijk, toen straks zei ik van dit is voor mij een kopperschouderpatroon hier. Of dit hier. Hier links, linkerschouder, rechterschouder. Kijk, dan pak je gewoon de top van het patroon naar de neklijn. Die afstand die meet je, daar maak je een lijntje van en dan pak je hem op. En dan zeg je, nou, dan moet ik hem wel kunnen pakken. Ja, kijk, en dat spiegel je gewoon vanaf die neklijn. En dan is dit, dat is grof werk, maar dan kun je heel snel zien van wat zou mijn target kunnen zijn als die inderdaad doorgaat naar beneden.
Nou, dat zou natuurlijk heel goed mogelijk kunnen zijn, dit, als die naar beneden had gegaan. Want hier zie je natuurlijk ook bodemvorming. Dus dat is gewoon een praktisch iets. Ja, dat moet je niet op het punt nauwkeurig bekijken. Ja, maar daar kun je dus vaak wel wat mee. En dat kun je op een 4-uurige grafiek doen, op een 5-minuten grafiek. Of op een 15-minuten grafiek, dat is het leuke daarvan. Misschien is het wel leuk om even te kijken wat een beetje, het is niet hetzelfde, maar wat toch een beetje gerelateerd is aan olie. Dat is natural gas. Dat is natuurlijk op het ogenblik ook heel erg populair, hè? Vloeibaar gas. Is dat erbij gevoegd trouwens, Aras? Of is dit een ETF? Oh, het is een ETF. Dit is inderdaad de ETF die jullie op dit moment hebben. We hebben wat dat betreft alleen de pure CFD's hebben, dus de Brent en de WTI. Oké, ja. Nou, want al is dat ook gesponsord door Specsavers, denk ik. Want ik zie die tickersymbols niet zo goed linksboven. Dus ik dacht, hier zijn opeens National Gas aan toegevoegd. Inderdaad, interessant. Nou, laat maar zien, Alois. Ja, maar alleen het nadeel is van deze, bijvoorbeeld dit product, dat die alleen tijdens Wall Street geopend is. Dus je zit hier met enorm veel gaps. Ik zal het even laten zien. Hier op die 1 minuut. Even kijken, dan ga ik even die sessions dit even uitschakelen. Kijk, dan zijn die verticale lijnen die zijn weg. Kijk, hier zien we een gap. Dat was van vrijdagavond naar zondagavond, zeg maar. En even kijken, we hebben hier de gap van vannacht. Dus dat is een nadeel bij dit product. Maar goed, kijk, als je hier bijvoorbeeld kijkt naar de 4-uur grafiek, dan zie je ook toch patronen zie je erin. Kijk, hier ook. Moest kijken, hier kop, linkerschouder, rechterschouder. Dan hoef je niet eens voor op een lijngrafiek te zetten, dan zie je het zo al. Nou, gaan we eens even kijken. Of mijn verhaal een beetje klopt. Nee, dat klopt. Dan ga je naar de target naar beneden. Dan kom je bij die low van links. Ja, zie je? Ruimschoten bij ons. Ja. Nou, dus dat zijn gewoon leuke trucjes die je gewoon erbij kan doen. Maar hier zie je ook overal die gaps. Hè? Ja. Kijk, dat is het nadeel. Dus het betekent, kijk, als je dus olie kan handelen, dat kun je in principe 24 uur handelen. Andere indices ook met die CFD's. Maar dit niet. Dit kun je alleen handelen als Wall Street open is. Dus als jij op een gegeven moment s'nachts een keer voor je scherm zit en je denkt, shit, ik zit verkeerd in mijn gas. Ja, dan kun je niks doen. Dat is een nadeel. Ja. Alois, kun je even teruggaan naar de vorige grafiek met die PMA? Dat was ook een heel goed voorbeeld. Als je bij die linker, hè, dat beetje waar die blauwe lijn bovenin naar oranje buigt, dat was die Wall Street Open van gisteren volgens mij. En dan heb je dus een omslag, je hebt het altijd rond die kantelpunten, die zoek je op. Hè. En dit is wel een interessante exercitie, want eigenlijk is een mensenbrein niet om te treden. En wat je dan heel vaak hebt, is dat je dan, als je dus niet die PMA zou hebben, dan zou je denken, nou, de markt is wat te sterk gedaald, dus ik ga maar kopen, het moet weer omhoog. En onthoud nog, hè, als je nog goed herinnert, heb ik ook nog gezegd over momentum, dat je met momentum mee moet doen. Dit weerhoudt je van om te snel long te gaan. Sterker nog, je zou gewoon short moeten zitten natuurlijk. Maar de oranje lijn, die geeft nog lang niet aan dat je moet kopen. Dat komt later pas. En dit helpt ook voor de discipline. In feite Want komt dat is ook zo, Annelies, hè, dat je wilt als trader eigenlijk zien wat je wilt zien. Hè? Ja, nou precies, dat is het gevaar, hè. Dat het, bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen, mijn handelaren vroeger, die hoefde, als die 's morgens op kantoor kwamen, hoefde ze helemaal niet te weten wat er de avond daarvoor in Wall Street was gebeurd. Want ze moesten gewoon 's morgens naar die grafiek kijken. En als het omhoog gaat, dan moet je long zitten. En als het naar beneden gaat, moet je short zitten. Het klinkt een beetje als een open deur, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. De psyche van de mens die zegt vaak, ja, moet ik hier short gaan? Want het staat hoog, het is omhoog gegaan. Nou kijk, en dat soort dingen, daar is een systeem een enorm goed hulpmiddel bij. Hè, om jou over die drempel heen te helpen. Ja. Alois, is een idee, het is een kwart voor dat ik een aantal slides de revue laat passeren. En dat we dan op het eind nog een slotakkoord hebben.
Sowieso met die link, hè, om het gratis e-book te downloaden, zal ik nog de link inzetten. En plus nog wat losse vragen op het einde en misschien ook wat verzoeknummertjes. Aras, is deelnemers vinden dat nog steeds interessant, ook het systeem? Hebben ze mooie inzichten gekregen ook? Jazeker. En zo ja, welke inzichten zijn dat bijvoorbeeld? Oké. Dan zullen we daar even op wachten totdat we daar wat commentaar erop krijgen in ieder geval. Maar ik heb hier ook een en ander vragen. Bijvoorbeeld, even kijken. Ik heb hier een vraag van Christophe. Die vraagt of het systeem ook toepasbaar is op crypto. Dat is uiteraard dus mogelijk. Want ook de crypto's zijn handelbaar middels MetaTrader en FXLet. Dus ook met het systeem. Dus dat is gemakkelijk te beantwoorden. Ja, straks ook even laten zien. Ja. Dit is de Bitcoin. Kunnen we straks hem laten zien ook, hè? Ja, precies. En ik heb hier nog een vraag van Erik. En die vraagt of dit systeem ook op een Chromebook werkt. Nee, volgens mij niet. Chromebook, dat is een nadeel. Dat is namelijk een hele goedkope versie. Van Google, zeg maar. Waarbij je dus pre-installed programs hebt. En misschien kan jij die vraag beter beantwoorden, Aras. Heb jij ook Chromebook traders die MetaTrader 4 hebben geïnstalleerd? Ja, het is wat dat betreft is het gewoon meer net zoals een Android toestel, dat je gewoon via de Play Store kun je dan MetaTrader downloaden en dan kun je aan de slag met MetaTrader, maar met extra toevoeging zoals het TS-systeem, daar hebben we geen ervaring mee. Nee, daar zou je gewoon een keer moeten kijken. Dus wat we kunnen doen, Erik, slinger even een mail naar ons toe, naar info@monitorweb.com of naar service@red.com. Dan wil ik daar graag naar kijken. Maar ik weet niet of zo'n Chromebook ook toetsenborden zit of zo. Ik heb geen flauw idee. Het is wat dat betreft gewoon een laptop, maar dan met de iOS van Google. En dat heet dan uiteindelijk een Google Chromebook. Verder vraagt Erik ook nog wat het verschil is tussen dit systeem en het systeem van Harm. Dat is heel simpel. Harm die heeft namelijk een trading navigator voor lange termijn met aandelen gemaakt. Waarbij je dus op platform A moet je dan analyseren. En op platform B moet je handelen. Dit is een systeem wat puur voor de korte termijn is. Dus bij Harm's systeem heb je een aandelen. Dus een prima systeem. Waarbij je de lange termijn belegging hebt. Maar goed, als je dan 15% in de min staat dit jaar. Dan ben je minder blij. En daarom heb je dit systeem erbij. En dit is een one-click trading system. Wat Alice heeft uitgelegd met een take profit stop loss. Waarbij ze ook de analyse doet en ook gelijk de signalen krijgt en daarop kunt handelen. Dus dat is een groot verschil. En dit is een intraday systeem. Hiermee gaan we bewust niet overnight. Het is een aanvullend systeem eigenlijk. Ja? Duidelijk verhaal. Voor de rest hebben we geen vragen op dit moment. Nou, hartstikke mooi. Mag ik de scepter of kan ik dat zelf doen? Ik kan mezelf de scepter geven. Dat moet Aders even doen, hè? Ja. Show my screen. Screen 2. Nou, als het goed is, zie je nou weer het fantastische plaatje. Dit is de Telegram groep volgens mij, die QR-code. Maar als het goed is, heb jij de link ingeplaatst van YouTube en van ons, hoe heet dat, van de Telegram groep. Klopt dat? Ja. Of de channel? Ja, ja? Staat erin. Mooi. En die is voor morgen ook van de partij trouwens, met live trading. Een handje lucht in. Kijk, ik heb een fantastisch plaatje. En dat is, ik zou wel een kopie kunnen zijn van mijn achtertuin eigenlijk, voortuin. Ik zit hier nog op Cyprus in 22 graden Celsius, maar dat is wel goed. Maar dit is eigenlijk een gekscherend, dat is heel belangrijk. Want als je aan het handelen bent, ik heb ook laten zien, hè, aan de hand van de grafieken, waar je naartoe kan werken. Mits je gedisciplineerd bent elke dag een aantal uur te handelen. En dat is ook zo dat de Beatles hebben vroeger ook een nummer geschreven. Help heet dat volgens mij. En dat was namelijk John Lennon. Die had in de jaren 60 volgens mij een lied geschreven. Althans een huis gekocht. En er was een fors huis, maar nog geen zwembad bij. En toen zei Paul McCartney, ja, let's ride a swimming pool. Dus met andere woorden, jij kan ook als trader denken, ja, hoe handel je eigen... Het droom, hoe handel je eigen zwembad? Dus een spreekwoordelijk zwembad, wat is jouw droom en hoeveel kost die? Ik zal een voorbeeldje geven, het is ook voor jezelf. Mag je in de chat slingeren, mag je ook voor jezelf opschrijven. Maar stel dat je 2000 euro per maand wilt verdienen, additioneel.
Nou, dan heb je dus 100 euro per dag nodig. Nou, dan betekent dus met één contract zou je 100 punten bijeen moeten handelen. Nou, wat is je zwembad? Is dat een elektrische fiets? Is dat een motor, een auto of een huis in Portugal of in Cyprus, Turkije of waar dan ook, waar het land waar zon is? Denk erover over na en schrijf het gerust op en mag je ook straks met ons delen eventueel. En het belangrijkste is ook, stel dat je denkt, nou weet je wat, ik neem het systeem niet of ik ga er niet de daytrading doen. Dus wat kost het jou als je het niet doet? Nou, ik denk sowieso dat je verliezen leidt op je aandelenportefeuille met long only. Dan kan een dividendrendementje van 4% niet aan tippen, dan kan er niet de bloeden stelpen. Ook een opportunity loss, dus iedere dag dat je niet handelt, kost in principe rendement. Het kan rendement kosten. En ook iedere seconde dat je wacht, is het zo dat je zwembad dan niet binnen handbereik komt. En ik heb natuurlijk ook heel veel gesprekken met prospects, met klanten of geïnteresseerden. Daar leg ik ook die vraag voor. En het is heel goed om daarover na te denken. En het is ook zo dat als je een tafel hebt, dan heb je niet een tafel met één poot. Hè? En dat is een goede vraag van Erik. Dus als je een tafel hebt met vier poten, bijvoorbeeld je hebt een stuk aandelenportefeuille met samengesteld met de Trade Navigator bijvoorbeeld, een stuk dividend aandelenportefeuille, daytrading. Nou, dat zijn allemaal puzzelstukjes die je naast elkaar zet om een groter en beter rendement te halen. Nou, en het is ook heel leuk, dit is het plaatje wat ik ook heel vaak heb voorbij zien komen, voor de eerste Lissabon met de tradingweek voorbij zien komen van Alois. Bovenste trader, dat is namelijk een pro-trader. Die focust eigenlijk op het risicomanagement en die gaat gewoon gedreven voor om punten te sprokkelen. Onder, dan zie je dus ook een trader die aan hak is, maar die van enig gratis systeem of gratis internet, die wil on the cheap, zeg maar. Dat kan, maar meestal is het zo dat je, dat het als volgt is, dat je penny-wise pound foolish bent. Dus je moet ook in jezelf investeren, naar mijn idee. Met het traden ook. Nou, Alice heeft ook in zichzelf geïnvesteerd als trader, als hele goede optietrader, maar je bent ook niet als gelijk een goede handelaar geworden. Je hebt ook leergeld betaald. Je hebt ook je opleiding betaald, linksom of rechtsom, Alice. Ja, zeker. Wat dat betreft zijn we hetzelfde als al die mensen die zitten te kijken waarschijnlijk. We zijn allemaal begonnen met vallen en opstaan, hè? Ja, nou, het voordeel is wel, wij zijn al die valkuilen ingetrapt en ingevallen. Dus die valkuilen die behoeden we jou natuurlijk voor. En ook belangrijk is, dat houweeltje daar, zie dat gewoon als het money-to-work systeem. Want dat is een platgeslagen systeem met duidelijke koop- en verkoopsignalen. En ik hoop ook dat jullie dat hebben kunnen inzien natuurlijk. Nou, dan denk je natuurlijk, wat kost dat? Dus als jullie het goed vinden, doe ik een hele kort voorstel. Kijk, maar ons maakt niet uit of je wel of niet het systeem neemt. Want wij weten dat we hebben nu meer dan 400 klanten die ermee werken. Wat ook overigens Alois heeft bewerkstelligd de afgelopen jaren. En dus dat betekent dus dat we heel veel succesvolle traders ook hebben. Die ook succesvoller zijn geworden dankzij het systeem. Wat je eigenlijk ook krijgt, hè, dat je dus bij het systeem, dat je wordt geholpen bij het installeren van het systeem. Sowieso een uur coaching krijg je erbij. We hebben ook inmiddels een wekelijks online coaching sessie hebben wij in geroosterd. Omdat we merken dat de Q&A sessies heel veel vragen zijn over medetreden of over het systeem. En wat we ook hebben, dat is namelijk niet alleen een Q&A sessie in het Engels, maar we hebben ook, wat uniek is eigenlijk ook, de live training sessie die we morgen doen via YouTube. Dat is met een kleine vertraging, wordt er doorgegeven op YouTube. We handelen wel live. Maar dat we bijvoorbeeld volgende week dinsdag voor onze klanten daar ook een extra sessie aan wijden. Een soort live training samen, zeg maar. Om toch een aantal barrières weg te nemen die jou belemmeren om resultaten te boeken. Of betere resultaten te boeken. Dus dat is ook wat wij nog gaan en input leveren, aan support leveren. Dus je krijgt ook daarnaast toegang tot de Telegram channel en groepen en extra toegang tot de membership site. En je krijgt ook manuals en documenten natuurlijk en online trading cursus, krijg je toegang tot online support. En let wel, dit is ook een eenmalige investering van 14,97 op 10 jaar basis. Is nog geen eens 150 euro per jaar, inclusief BTW ook nog. En er zit geen audits onder het gras. Ik zal straks ook even een link erin zetten. En dat is namelijk, je kunt ook de QR-code inscannen en dan krijg je een compleet geïnstalleerd turnkey trading system. Eenmalige one-off investment is dat, geen
Artisan het gras. Wij zijn ook gewoon handelaar, Alois, hè? Dus geen poespas. Wij vinden ook niet leuk als je dan wordt geconfronteerd met nieuwe en additionele kosten. Dat doen we niet. We hebben wel een upgrade natuurlijk als je een jaarprogramma wilt doen of extra support. Maar je krijgt ook heel goede basissupport. En ik zal dit even laten schieten voor wat het is, want dit is wat we hebben laten zien. Wat wel belangrijk is, en dat kan ook ADO's beamen, pas op voor te veel leverage. Dus als jij een 200 euro account neemt, ga er zeker mee oefenen. En dat betekent dus dat je dus een demo accountje kunt nemen om mee te oefenen. Dus paper traden voor 10.000 euro krijg je dan als funny money. Daar kun je gewoon mee spelen. Maar als je het echt wil leren, begin dan vanaf de basis. 200 eurotjes kun je al makkelijk van start met een live account. Dus zou ik zeker aanraden. Want dan voel je ook, als je skin in the game hebt, dat je dan daarmee aan de slag gaat. Alleen, wat wel belangrijk is. Je geluid is weggevallen, Jan-Robert. Oh. Ja, nu zit terug. Ja, nu ben je weer terug. Ja, heel goed. Ik ben maar een margin call heb gekregen van FX Flat. Sorry. Nee, je kunt met heel lage drempelig kun je beginnen. 200 euro. Pas op voor te veel leverage. En ik weet niet of jij dat ook kunt beamen, Arash. Ja, het is wat dat betreft niet zo heel erg verstandig om een te grote leverage te gebruiken. Ben ik het helemaal mee eens. Precies. En ik heb ook klanten die zeggen, ja, die willen met 5.000, 10.000 beginnen. En dat is ook belangrijk dat je dat gewoon niet doet. Je kunt gewoon stapsgewijs opbouwen, wat Alois heeft aangegeven. Begin met een kleine account, je kunt stapsgewijs opbouwen. Vragen? Geen vragen? Wel vragen? We gaan zo naar Alois toe. Niet voordat ik jullie nog even deze QR-code heb ingescand voor jullie. Die ga ik even voor jullie scannen. Dan slinger ik deze QR-code nog even in als link, Arash, voor jullie. En dan kan iedereen dat gratis e-book ook downloaden. Dus ook jullie bedankt natuurlijk voor jullie aandacht tot dusver. En dan ga ik zo de link inzetten. En dan pakt Alois nog even de laatste sessie op de laatste paar minuten. En dan dank ik jou natuurlijk, Aris, voor het moderaten. En Alois ook voor de uitstekende presentatie. Hier staan ook de contactgegevens. En ik blijf nog even hangen trouwens voor jullie. En dan zou ik zeggen van the floor is yours. Alois, nog voor de laatste ronde verzoeknummertjes en vragen. Dus Alois, ik geef jou het woord weer. Dus bij deze. Ja, ik weet niet, zijn er nog vragen binnengekomen? Jazeker, ik heb hier nog vragen. Zijn de olie en crypto M2W-profielen toe te voegen aan je account? Hoe bedoelt u dat? Olie en crypto-profielen. Ik denk dus zoals het nu ernaar uitziet, dat je bijvoorbeeld een profiel voor olie hebt, een profiel voor euro-dollar hebt en op die manier ook profielen voor crypto's enzovoort. Ja, dat klopt. Dat kun je in feite heel makkelijk doen. Kijk, het wordt standaard geleverd ook met een aantal templates. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld voor de DAX, voor de Forex en voor de Amerikaanse producten die zeg maar gerelateerd zijn aan Wall Street, heb ik daar aparte templates voor gemaakt. Ja, maar zo kun je dat dus ook doen voor een bepaald product. Kijk, en in die template sla je het systeem op. En wat ik hier dus bijvoorbeeld heb onder profielen, daar kun je dus, kijk, ik heb hier de DAX, de Dow Jones, de Eurostoxx, de Eurodollar, de Ponddollar. Ik zal hier bijvoorbeeld de pond, de euro-dollar. Nou, dan heb je de euro-dollar. Daar kun je ook instellingen inzetten en dat onthoudt hij allemaal. Dus zo kun je dus alles, voor elk product kun je eigenlijk een apart profiel maken. Ja, Luis, mag ik hier eens iets aan toevoegen? Ben ik weer hoorbaar of niet? Ja, je bent hoorbaar, ja. Mag ik hier aan toevoegen? Ook degene die met ons systeem al werkt, en dan wil ik toch even naar Alois of aanvragen, dus wie al met het systeem werkt of wie niet. Als je mee werkt, als je van markt naar markt gaat, ga dan via de profielen bladeren. Ga in dit basissysteem, ga niet op die kruisjes klikken. Ga niet zelf bij de hand lopen doen om de dingen toe te voegen of weg te halen. Dus het profiel wat we aanreiken staat standaard. En dat is gewoon die drie grafieken. En wil je zelf een grafiek maken of een profiel maken, dan doe je dat via de profiel inderdaad. Ik ben nog één ding trouwens vergeten te zeggen. Iedereen die dat systeem nog wil nemen, ik heb nog een aantal boeken binnengekregen.
De crypto trading for ambitious beginners. Ik weet niet of je dat boek ook kunt zien, momenteel. Nu wel, denk ik, hè? Ja. Mijn boek. Dus als je denkt, nou, ik vind het boek interessant om te nemen, of kun je het kopen bij bol.com. Maar als je het systeem wilt kopen, dan kun je dat ook dat boek van mij ontvangen. Dus bij deze geste. Zijn er nog meer vragen binnengekomen, Aras? Hallo? Ja, daar ben ik weer. Ik had even mijn microfoon uitgeschakeld staan. Ik heb hier nog een vraag of een goud dollar te handelen is met het M2W-systeem in een profiel. Ja, absoluut. Euro dollar bedoel je, heb je het over? Nee, goud. Dus gewoon de... Ja. Ja. Heb ik hier ook staan. Ja, ik vraag mij draaien. Ja, kijk, dit is goud. Hier gold, M5, H1 en H4. Het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde principe. Als je met het systeem om kan gaan, dan kun je het in feite in elk product gebruiken, mits het maar beweegt. Kijk, het voordeel is namelijk dat het systeem kijkt niet naar... Het product die kijkt alleen naar de bewegelijkheid van het product. En dus het maakt het systeem niet uit of het nou goud is, olie, aandelen of valuta. Dat maakt niet uit, als het maar beweegt. Ja, prima. Ik heb hier ook nog een vraag van, even kijken, van Mark. En die vraagt of het TS-systeem ook op een Mac te draaien is. Nee, niet doen. Oké, kort en krachtig. Ja, want dat is gewoon een probleem altijd, Aloysio. Jij met je ervaring, en ik heb het zelf ook ondervonden. Dus nee, liever een Windows-omgeving. En we raden ook altijd aan, neem dan een aparte laptop. Dat is het allerbeste. Of als je een beetje handig bent, dan moet je ook een, of dan kun je ook een parallel systeem nemen voor Windows of een VPS. Dus gewoon een Windows-omgeving, dat draait het stabielst op, hè? Ja, precies. Er is wel een speciale versie van voor een Mac. Maar ook die draait niet echt 100% foutloos. Nee. Er zijn mensen die hebben een Mac, die doen daar een Windows-omgeving op zetten. Daar kun je het indraaien, maar dan moet je gewoon heel goed met je computer overweg kunnen. Dus daar hebben we eigenlijk geen goede ervaringen mee. Nee, dat hoort net zegt, op Windows draait het gewoon het beste. Dat is ook geen Linux of wat dan ook. Aris, ik heb nog tot slot voor de diehards onder ons nog gratis e-book link erin geslingerd. Ja. En dan krijg je een e-mail aanmeldlink. Dus als je nog, moet ik ook de credits geven aan Aloïsa. Je hebt een heel mooi boek gemaakt over daytrading. Ook over een stuk psychologie, vond ik echt zeer interessant. En dat geven wij ook gewoon gratis ter beschikking aan jullie. Alleen het enige wat we hebben gedaan is een beetje wat plaatjes weggehaald. En vanwege copyrights en ook... we hebben een plaatje toegevoegd, een mooie koffer, zeg maar. Of een andere koffer. Dus dat is het enige, maar de basis heeft gewoon Aloïs gelegd. Ja, geweldig. Ik heb hier trouwens nog een opmerking, een mooie handige opmerking van Maarten. En die geeft dus ook aan dat Aloïs al de betreffende templates reeds heeft gemaakt. Dus dan maakt het ook makkelijk voor de beginner om op die manier aan de slag te gaan. Dus dan hoeft hij die niet allemaal zelf te maken. Voor de rest ook nog een korte vraag van John. Die vraagt, scan je ook wel eens naar markten die op dit moment veel bewegen? En ga je daar dan op handelen of kies je een markt en blijf je daarbij? Ja, nou, wat mij betreft heb ik eigenlijk handel ik de Dow Jones, de DAX en de euro-dollar eigenlijk. Die drie, daar is waar ik me het meest op focus. Je kan natuurlijk gaan zeggen, ik ga scannen op een markt die veel beweegt, maar dat kost heel veel tijd ook. En het is altijd maar de vraag of je natuurlijk net de goede pakt. Hè? De ervaring leert gewoon dat als je dus de markten hebt die... eigenlijk altijd wel een beetje bewegen. Nou, dat zijn de Dow Jones, de Nasdaq en de DAX. En daar kom je in feite altijd goed mee weg. Als dat niet beweegt, dan hoef je ook niet in een AEX of in een Eurostox of een FTSE 100 te gaan handelen. Want dan beweegt dat meestal ook niet. Hè? Dat gaat bijna altijd gelijk op.
Ja, en wat is jouw credo, Alois? Succes geen hocus pocus, maar focus focus, hè? Want klanten en traders die belden ook aan FX Flat plat volgens mij met jouw gevleugde uitspraken, toch, Aras? Ja, ook vooral de Duitse klanten die zijn daar ook heel erg dol op. Alois, Rudy Karel 2.0. Focus, focus. De focus, focus. En mag ik jullie ook tot slot vragen over de waardering van dit webinar ook? Dan van 0 uit super slecht of 10 uitstekend natuurlijk tot slot. Voor de kwaliteitsbewaking. En of we ook dan over 2 weken weer terug mogen komen. Voor de eerstvolgende is morgen al in het Duits. Dus we moeten goed aan oefenen weer, Alois. En morgen om 6 uur is dat, hè, volgens mij, in het Duits. En ook over olietrading. En over 2 weken doen we weer dit dunnetje over een andere markt. En dat is op 29 november om 7 uur. Ja. Nou, voor de rest, ik zie je wat dit betreft dikke 8, 9. Dus wat dat betreft hebben we het heel goed gedaan. Ja, top. Nou, hartelijk bedankt onder de beziende leiding van jou natuurlijk, Aras. Dankjewel alvast. Vrijdagavond alvast. En ook Alois, bijzondere dank voor jouw inspanning en je uitleg. En deelnemers, bedankt voor de tijd. Ja, prima. Heel wel goed. Dan zal ik nog even het beeld overnemen ter afsluiting, zoals gewoonlijk. Nou, in ieder geval, bij deze, Alois en Jan-Robert, wederom hartstikke bedankt. Uiterst interessant webinar. En ook iedereen voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Als er vragen of opmerkingen zijn over het TS-systeem of over FX Flat, we zijn altijd te bereiken middels de gratis klantenservice nummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. En dan wens ik tot slot iedereen namens FX Flat nog een prettige avond verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens.